Vereniging Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van Tiels en Betuws erfgoed in de breedste zin van het woord. Arnold Reijnen en Peter Schipper zijn aan tafel aangeschoven en ik ben benieuwd naar datgene wat ze te vertellen hebben. Nou, welkom, fijn dat jullie aan willen schuiven. Ja, Vereniging Waardevol Tiel, of misschien beter gezegd Waardevol Tiel, dat is, praat altijd makkelijker. Waar zouden we jullie van kunnen kennen? Nou, van de kiosk aan de veemarkt of van de dijkverzwaring of van de strijd om het behoud van de Elzenpas en de Moespot. Om wat verder terug in het verleden te gaan. Wij zijn eigenlijk een club die van oudsher begon met het milieu en de natuur. Dat nog steeds te harte neemt, maar ook zich inzet voor cultuurhistorie en het bewaren van het historisch erfgoed van Tiel. En op welke manier doen jullie dat dan? In het begin was het vooral boos zijn en procedures voeren. Maar daar schiet je niet zoveel mee op. Je strandt toch altijd voor de bestuursrechter. Die kijkt alleen maar of het besluit genomen is volgens de regeltjes genomen is. Die gaat niet op de stoel zitten van de gemeente of de provincie. Dus we zijn eigenlijk een stap naar voren gegaan. En we stellen ons vooral op als ideeënbron, gesprekspartner. Ogen en oren van de gemeente of van mensen die ergens mee bezig zijn. Ja, nu bestaan jullie volgend jaar 50 jaar. Wat is er veranderd als je kijkt naar nu en 50 jaar geleden? Al is het alleen maar over de manier van werken. Nou, 50 jaar terug was het milieu hot topic. Er was stinkende fabrieken, er was bodemvervuiling met een lekkerkerk. Het kwam gewoon overal op. Mensen waren verontrust. Mm-hmm. En in die tijd was het zo dat Tiel daar als gemeente nog niet op toegerust was. Dus er zaten heel veel kleinere en grotere bedrijven in wat nu de binnenstad is. En die zorgden daarvoor overlast. En er was één onderneming die nog wel die naam draagt, maar ik wil er even echt bij zetten. Een totaal ander bedrijf, maken ook andere dingen. Maar we hebben het erover verducht in Tiel West. En die mag je dus echt niet meer vergelijken met die onderneming toe. Maar dat was een beetje een rommeltje. En die maakte daar ook landbouwgif. Die maakte daar Jebo loofdood. Dat was spul wat ze gebruikten om aardappelloof te doden, zodat de aardappels sneller gerooid konden worden. Nou, daar werd bij onderhoudswerkzaamheden een filter verkeerd om of een klep verkeerd om gemonteerd. En dat spul is gedurende maanden de wijk ingeblazen, waardoor de bomen dood gingen. Nou, grote paniek. Hele discussies over hoe, wat en verder. De onderneming loopt te kermen van we gaan failliet als dit doorgaat. Ja, alle gebruikelijke dingen. Uiteindelijk is Verducht overgenomen door een andere onderneming en die maken daar nou middelen die bij de voedselproductie een rol spelen. Dus het heeft niks meer met landbouwgif te maken. Nee, ook wel belangrijk om even mede te delen. Ja, vergelijk het niet met dat verhaal. Deze onderneming heeft daar vooral helemaal niks meer mee te maken. Maar ze hadden wel een erfgenaam. En dat was bijvoorbeeld Wetro. En Wetro lag, bestaat niet meer. Maar dat was de vervoersafdeling. Nou, die ging zelf verder. Lekkende tanks, grote opschuddingen. Je wil het allemaal niet weten. Dus dat waren vooral iedere keer weer induiken op die hinderwetvergunningen. Maar op een gegeven moment merkten we van verrek, er is meer aan de hand. Er komt een ruilverkaveling aan. Wat betekent dat nou voor de natuur in en om Tiel? Er zijn bouwplannen. Wat betekent dat nou voor het landschap? En ook heel belangrijk, en dat merkten we ook in toenemende mate, als je twee keer met je ogen knipperde, dan was er weer oude meuk gesloopt. Maar die oude meuk, dat was geen meuk. Er waren historische panden met een verhaal, met een verleden. En die het ook heel karakteristiek waren voor de stad. Dus we zijn gaan verbreden. En we zijn dus veel meer gaan zitten op de aandacht vestigen op het gesprek aangaan met. Wat niet wegneemt, ja, als het echt niet klopt, dan zullen we heus nog wel een brief schrijven aan de rechter. Maar liever zitten we ervoor. Ja, maar doordat jullie dan zeg maar ook bij de gemeente aan tafel zitten, hè, merk je dan dat het minder nodig is om de gang naar de rechter te nemen? Ja. Is het voorhand af makkelijker om over dingen te praten? Twee dingen die daar een rol spelen. De eerste is de vergunningverlening en toezicht en handhaving. Dat doet de gemeente niet meer. Die hebben dat uitbesteed aan de omgevingsdienst. Mm-hmm. Net als alle andere gemeenten en de provincie. En dat betekent dat het ook en niks ten nadele van de mensen die het langs gedaan hebben. Maar daar zit veel meer kennis en kunde.
Dus het gaat allemaal wat strakker en wat beter. De bedrijven hebben geïnvesteerd. Mm-hmm. Deels zijn ze verhuisd. Dus die problematiek doet zich niet meer zo voor als dat in het verleden speelde. Het tweede is, ja, als je het gaat hebben over woningbouw, historisch erfgoed, dan heb je het over dingen van de lange adem. Mm-hmm. Dat gaat niet over van vandaag of overmorgen. Dus is het veel belangrijker om daar met de gemeente over aan tafel te gaan. En daarbij zitten we in een partnerschap, mag ik haast wel zeggen, met de Oudheidkamer, met de Stichting Stadsherstel Tiel en andere clubs, om ervoor te zorgen dat dat gesprek gaande gaat en dat we proberen lange lijnen uit te zetten. Het enige wat je merkt is dat de wethouder van goede wil is. Het gemeentebestuur geloof ik zeker ook. Maar de belangstelling van de raad zou wel wat meer mogen. Ja, maar daar roepen ze altijd van, die kunnen ook niet alles overzien en alles inlezen. Nee, maar loop een keer mee. Ja. Nou, Peter en ik die zijn volledig bereid om een rondleiding door Tiel te verzorgen. En dan weten we nog maar een paar mensen die verhalen kunnen vertellen. Ja. En dan gaat die stad echt wel leven, want het is echt een hele bijzondere stad. Ja, nou bij deze dan denk ik meteen de uitnodiging. Zeker. En even het bruggetje naar jou, Peter, want als het over historie gaat, nou ja, volgens mij weet heel Tiel en zelfs de omgeving ook dat je dan bij Peter Schipper moet zijn. Hoe zet jij je in om dat dan te behouden en dan vooral voor waardevol Tiel? Nou, ik ben natuurlijk historisch heel erg geïnteresseerd en ik weet natuurlijk wel best wel veel van de historie van onze stad. En zo gauw we merken dat er iets aan de hand is, laat ik het zo zeggen, dan kan ik vanuit de historie daarvoor bouwstenen leveren om iets te behouden. Bijvoorbeeld, Arnoud noemde net al de beroemde kiosk. Dat is een heel leuk, architectonisch interessant pandje aan het Singel in Tiel uit 1952. Mm-hmm. Uit de wederopbouwtijd, Tiel lag plat in de oorlog en moest helemaal opnieuw worden opgebouwd. En de VVV die er toen was, die had behoefte aan een punt waar ze folders konden uitdelen, waar ze mensen te woord konden staan. En dat werd een heel leuk gebouwtje aan dat Singel. Ja. Nou, de VVV is op een gegeven moment eruit gegaan. Toen is het nog tijd een bloemenzaak geweest. Er is patat verkocht, belegde broodjes in een niet al te frisse omgeving. En dat ging op den duur niet meer. En dan kwam al gauw boven water in Tiel van, nou, als iets niet meer nodig is, dan gaan we het slopen. Ja. Dat hoorde waardevol Tiel. En toen hebben we eens gezocht in de geschiedenis van hoe oud is dat pandje nou precies? Waarvoor heeft het gediend? Is het architectonisch interessant? Ja, was heel interessant. Een mooi plafond erin met cassettes enzovoort. Echt een mooi wederopbouwding uit 1952. Mm. Toen hebben we een heel rapport gemaakt. Dat hebben we met de pers erbij aangeboden aan de toenmalige wethouder. Met de bedoeling om dat in de gemeenteraad te verdedigen dat het niet gesloopt zou worden, maar dat het behouden zou blijven. Dat is gelukt. En toen was de taak van waardevol Tiel klaar. Toen hebben we het overgedragen aan Stadsherstel. Stadsherstel heeft daar geld in gestoken, heeft het schitterend gerestaureerd. En nu wordt het uitgebaat door Corrie met haar koffiecorner. En je kunt er heerlijke cappuccino's krijgen, je kunt er heerlijke soezen eten. Het is gewoon een heel gezellig, leuk puntje bij een van de drukste ontsluitingspunten, toegangen tot de stad. En vlak het culinaire genie van Herman niet uit natuurlijk. En Herman met zijn oliebollen. Ja, het is echt een heel leuk plekje gewoon. Ja, dat is het. Hè? Want het is, ik zeg wel eens de oude binnenstad, maar het wordt wel eens vergeten dat sommige dingen daar gewoon eigenlijk, ja, die horen daar, hoe kneuterig iets soms ook eruit kan zien. Die horen daar en soms worden ook dingen gevonden. Zoals bijvoorbeeld de oude stadsmuur uit de 13e eeuw, meen ik. Een heel oude middeleeuwse muur. Die kwam boven water bij het maken van de parkeergarage van Zinder. Het grote cultuurgebouw wat er nu staat. En die werden gedumpt bij de gemeentewerf. Daar lagen ze dan in de opslag. Totdat iemand er wat mee ging doen. Nou, toen heeft waardevol Tiel contact gelegd met de gemeente. Mm-hmm. En de toenmalige ambtenaar die was er ook wel voor te porren. Mits een kunstenaar daar vorm aan zou geven. Ja. Nou, dat is gebeurd. Dat ding is teruggezet op de plek waar die gevonden is. Maar toen was er nog een tweede deel. En dat tweede deel, ja, dat zou in de shredder gaan. En een derde deel ook. Nou, het derde deel hebben we niet weten te redden. Maar het tweede deel wel. En dat is een mooi verhaal. Ja. Want om zo'n stuk te zetten heb je 10.000 euro nodig. Met een betonnen omkasting en er moet een kunstenaar bij. Enfin, het moet helemaal hufteproef zijn tegenwoordig. Ja. Dus wij gingen naar een directie van een grote olieboer uit de omgeving, als ik het plat even mag zeggen. Waar we mee in de clinch gelegen hadden over een nieuw tankstation dat een stuk, nou ja, landschappelijke aantasting zou kunnen betekenen. Ja. Ja.
ik zal geen namen noemen. Dus we gingen naar die meneer toe en we zeiden van ja, we hebben dat stuk en we zoeken eigenlijk een sponsor die ons kan helpen, eentje op weg. Bent u bereid om mee te denken? Ja, zei hij, ik ben bereid om mee te denken. Zeg, voor hoeveel mogen wij dan rekenen? Oh, zei hij, dat is goed. Zet maar neer, ik betaal het wel. Geweldig. Dus die schokte in één keer, die mil. Ja. En dat ding konden wij er neerzetten. En het staat nu, Tielenaren die kennen dat als het paardenwater. Daar staat dat tweede fragment dan, dankzij Waardevol Tiel. Als Waardevol Tiel op de handen was gaan zitten en niks had gedaan, als het weg geweest, dan had de puinschredder nu extra werk gehad. Ja, zonde. En wat je dan hoopt is dat mensen dat ding zien, het verhaal misschien lezen en zich afvragen, hoe komt het er nou en wat is het? Wat is de geschiedenis achter dit geheel? Ja, precies. Ja, zit er bijvoorbeeld ook een QR-code op die je kan scannen of dat nog niet? Zo modern zijn we er nog niet geweest, maar dit is een goed idee. Ja, nou ja, ik zag het ook maar aan. Ja, er zijn wel allerlei bordjes op monumenten waar een QR-code op staat. We hebben ook in de coronatijd een route bedacht. We hebben 10 punten genomen in onze stad Tiel, die door kunstenaars vaak soms 200 of 300 jaar geleden in beeld waren gebracht. En die hebben we gezet op het punt, dus die afbeelding van dat kunstwerk, op het punt waar de kunstenaar gezeten heeft. Dus hoe hij keek, dan kun je dus mooi nu zien van, oh, dat punt zoals we dat nu kennen, zag er 100 jaar geleden, 200 jaar geleden zo uit. Ja. We hebben een wandeling bij gemaakt en er staan ook QR-codes op. En dat is een samenwerking weer tussen Waardevol Tiel en de Vereniging Ouderkamer voor Tiel. Ja, ik vind het altijd mooi als er dat soort samenwerkingen ontstaan. Helemaal als ik dan hoor dat jullie bij iemand eigenlijk aan de deur hebben geklopt, omdat hij iets deed wat niet goed was. Was en vervolgens dan een stevig geschil, maar die meneer is Tielenaar in hart en nieren en dat sprak meer. En over die, dat tankstation zijn we het niet eens geworden, maar het is uiteindelijk geloof ik nog steeds niet gebouwd. De wereld verandert. Vrachtauto's worden elektrisch. Maar goed, dat gezegd hebbende zegt het wel iets over de manier waarop je in gesprek gaat. Ja. Ook al is er een geschil. Dat de contacten goed blijven. Ja, en hebben jullie dan ook leden of hoe werken jullie? Wij hebben de laatste keer dat ik keek iets van 48, 49 donateurs. Die betalen de kapitale som van wel €12 per jaar. En daar doen we het van. Oké. Wij krijgen geen subsidie, dat willen we ook niet. Het besluit hebben we al heel vroeg in het begin genomen. Ook al omdat we soms, gegeven wat we doen in gesprek, dan wel de clinch raakten met de gemeente. Ja, we vonden het vreemd om dan aan de ene kant kritisch te zijn en aan de andere kant de hand op te houden. En laten we heel reëel zijn, we hebben wat vergaderkosten. Het mededelingenblad gaat tegenwoordig ook digitaal. Dus zoveel uitgaven hebben we niet. Sterker nog, we houden per jaar genoeg over. We hebben een redelijke reserve. En daar kunnen we bijvoorbeeld zo'n stuk stadsmuur mee helpen veilig te stellen. Ja, mooi. En als mensen meer informatie willen, of laat ik nog beter zeggen, lid zouden willen worden, de donateur. www.waardevoltiel.nl En daar is in principe alles te vinden. Alles te vinden, de statuten, de samenstelling van het bestuur en een e-mailadres. En dan krijg je altijd een reactie. En ze mogen mij ook aanspreken, want ik wandel regelmatig door Tiel. En ik wandelde laatst door Tiel en toen zei iemand tegen mij van dat vogeleilandje dat zo mooi ligt in de gracht. Daar stonden altijd bloemen op. Die staan er nu niet meer op. Dus dat hebben wij als Waardevol Tiel aangekaart bij de wethouder. De volgende dag al hadden we een gesprek met de afdeling beplanting en konden we samen de planten uitzoeken die dat vogeleilandje weer een bloemrijk smoel moesten bezorgen. Geweldig toch, dat mensen gewoon inderdaad bij jullie terecht kunnen om ook met dat soort, nou misschien zijn het geen kleine dingen, maar voor de mensen misschien wel kleine dingen. Het zijn dingen die het gezicht van de stad bepalen. En ja, goed, de gemeente heeft nu ook, denk ik, mede hopelijk een beetje geïnspireerd door ons, dat weet je nooit helemaal zeker, maar ze hebben dus echt wel een plan nu om de binnenstad een beter gezicht te gaan geven. Ja, mooi. Mooi. Ik denk dat je dan inderdaad waardevol bezig bent voor Tiel. Dat was ook de reden. Hè. We waren vroeger een milieuwerkgroep. Niet zozeer een actiegroep, een milieuwerkgroep. Maar enig moment hebben we een discussie gehad. Wat zijn we nou eigenlijk en waar staan we voor? En de gedachte was, ja, wij zijn voor Tiel en de omgeving. En het gaat om wat daar waardevol is in natuur, in milieu en gebouwde leefomgeving, cultuurhistorie. Ja. En een van die dingen waar we ook een voeling mee hebben is bijvoorbeeld de mensen die nu in de Wilmswaard bezig zijn. Om dat als stadsnatuur toegankelijk te houden. Ja, nou, ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met alles wat jullie doen. En kom nog eens een keer langs als jullie weer een nieuw onderwerp hebben. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Geen probleem.